Zou ik u dat mogen vragen? Ik ben Jos van Dongen van televisieprogramma Zembla. Televisieradio. Zegt u? Speelt u even de televisieradio? Kun je even omlaag doen dan? Sinds het begin van de kredietcrisis staan bankiers, ook die van ING, in de beklaagde bank. Vindt u dat er sorry gezegd moet worden vanuit de ING? Eigenlijk niet, nee. Want ik vind niet dat de ING achteraf terugkijkend dingen anders had kunnen doen dan we nu gedaan hebben. Maar heeft ING echt niets fout gedaan? Waarom heeft de bank dan zo'n 43 miljard euro gekregen? De grootste overheidsgarantie uit de Nederlandse geschiedenis. Wij realiseren ons dat het gaat om een grote som geld. Maar we hebben onze verantwoordelijkheid wederom genomen. Want tegen elke prijs moet voorkomen worden dat ING failliet gaat. Als een bank van de omvang van ING failliet zou gaan, dan zou het onmiddellijk een probleem opleveren voor het betalingsverkeer in Nederland. ING is te groot geworden voor Nederland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom hebben de bestuurders van ING grote risico's genomen? Als het verkeerd gaat, dan is de overheid altijd wel als sluitstuk aanwezig om die bank te redden. Het nemen van deze grote risico's lijkt op staatsgevaarlijk bankieren zonder goede controle. Ja, het hele leven bestaat uit risico's. De ING-top is er blijkbaar van uitgegaan dat de overheid ING wel zou redden. Heeft Wim Kok ooit gezegd van, jongens pas op, de ING begint groot te worden? Nee. Zembla. Afrekenen met ING. Morgen neemt Wim Kok afscheid van ING. De oud-premier is al 6 jaar commissaris bij de grootste bank van Nederland. Hij treedt aan als er een felle discussie is over de beloningen van topbestuurders van ING. De voorzitter verdient dan 1 miljoen euro. Bij een grote bank horen grote beloningen, vindt de ING-top. Die voorstelt om de beloningen te verhogen. Commissaris Wim Kok spreekt over een duivels dilemma. Maar hij gaat wel akkoord. Daardoor stijgen de beloningen flink. Topman Tilman verdient 4 jaar later, in 2007, ruim 6 miljoen euro. Tilman is een liefhebber van auto's. Snelle auto's. ING is sponsor van de Formule 1. Een snelle sport. Symbool voor een snelle groei. Maar de groei is niet zonder risico. Als een bank van de omvang van ING failliet zou gaan, dan zou het onmiddellijk een probleem opleveren voor het betalingsverkeer in Nederland. Dat zou echt betekenen dat 3 dagen later we stenen staan te gooien in de ruiten van bakkers om aan het brood te komen. Dat is net zo belangrijk als water uit de kraan. Je hebt een rekening bij een grote bank en ineens is die bank failliet. Dan ga je naar de geldautomaat. Je krijgt als consument geen geld meer. Als bedrijf kun je je salaris niet meer betalen. Nou, dan is dus het hele de vliegwiel wordt gewoon uit de economie gerukt. ING is voor Nederland eigenlijk al te groot, ja. Als een bank relatief veel risico's neemt, neemt natuurlijk de kans op hele goede uitkomsten toe. Maar ook op hele slechte uitkomsten. Als het goed gaat, nou dan heb je hoge winstgevendheid en dat vertaalt zich in een goede aandelenprijs en bonussen. En als het slecht gaat, is het toch een beetje het verhaal, nou meneer de overheid, nu moet u ons redden. De geschiedenis van ING begint met de Rijkspostspaarbank. Door de overheid opgezet om Nederlanders aan te zetten tot sparen. Probeert u het toch ook eens met bedrijfssparen? Tot in de jaren 60 krijgen arbeiders in Nederland wekelijks een loonzakje. Met de komst van de Giro verdwijnt dat loonzakje. Zo ontstaat een betaal- en spaarbank Giro Blauw. Hallo, do you use Giro Blauw? Never heard of it. Excuse me, sir, do you use Giro Blauw? No, I'm Dutch. Hello, yeah. Oh. Hello, do you use Giro Blauw? Say yes. What? Say yes. Oh, say you use it or break your arm. I use it, yes, I use it. And do you like it? Oh, very much, it's wonderful. And what do you like best about it? What? What do you like best about it?
It came to my hands. What? Giro Blauw wordt een begrip voor veel Nederlanders. De Postbank is eerst een staatsbedrijf, totdat deze privatiseert. Hierna staat een samenvoeging met de Nederlandse middenstandsbank, NMB, niets meer in de weg. 1989. Met een gongslag brengt minister van Financiën Wim Kok de NMB Postbank naar de beurs. Binnen een dag zijn alle aandelen verkocht. In 1991 komt er een derde partij bij, Nationale Nederlanden. Nederlands grootste verzekeraar. Eigenlijk wordt een samenvoeging van een bank met een verzekeraar als te riskant beschouwd. Minister van Financiën Wim Kok maakt de fusie toch mogelijk. Omdat deze combinatie zo groot is, is het gevaar verdwenen dat een buitenlandse bank ING kan overnemen. Een grote financiële instelling waar je kunt sparen, lenen en verzekeren. De Internationale Nederlandengroep ING. En ING groeit. Vooral door de overnames van andere banken en verzekeraars. Dat is de snelste manier om voet aan de grond te krijgen in vele landen zoals België, Engeland, Polen, Australië en de Verenigde Staten. Die groei is belangrijk om, zoals het dan heet, efficiency te creëren. Elie Leenaars werkt sinds 1991 bij ING. En is sinds 2004 lid van de Raad van Bestuur. Als je het goedkoper kunt maken, dan kun je het ook goedkoper aanbieden aan je klanten. En dat is steeds meer grensoverschrijdend. En dus kun je dus dat soort technologieën delen. De technologie die je ontwikkelt in het ene land, kun je toepassen in het andere land. Dan hoef je het maar één keer te ontwikkelen. En daarmee kun je doorgroeien. En kun je eigenlijk kostenvoordeel kun je ook doorgeven aan je klant. In het begin is het balans totaal 135 miljard. Binnen 10 jaar is het al gestegen naar 650 miljard euro. Een groei van zo'n 20% per jaar. Volgens bestuurder Leenaars is de groei in het voordeel van de klant. Maar volgens ex-werknemers gaat het om de provisie. Ik hoorde van andere werknemers dat de enige visie bij de ING eigenlijk provisie is. Ja. Herkent u dat? Ja, dat herken ik wel. Ik heb wel gezien inderdaad dat de meeste mensen, zeker in de lijn, waren heel erg gericht op provisie. Dat is een ander woord voor fee in feite. Dus dat was echt de leidraad, denk ik, voor mensen om steeds meer te groeien en steeds meer transacties en steeds meer deals te doen. Daar ontbrak eigenlijk wel een visie van waar willen we als organisatie naartoe? Wat is onze maatschappelijke rol ook? Anastasia Kellerman, ex-werknemer, moest als jurist ervoor zorgen dat ING zo min mogelijk risico nam bij het verstrekken van kredieten aan grote bedrijven. Ik kreeg vaak wel de stukken te zien dat er gewoon heel weinig zekerheden bijvoorbeeld waren gesteld. Nou, dat iedere normale jurist had gezegd van dat kunnen we eigenlijk helemaal niet zo'n grote lening verstrekken zonder dat er zekerheden tegenover staan. Maar zo'n lening werd dan toch verstrekt? Maar die werden dan toch verstrekt. Omdat het gewoon toch zo'n groot bedrijf was met zoveel aanzien en zoveel vertrouwen. Het kan niet fout gaan. Dat kan niet fout gaan. Maar is het soms fout gegaan? Ja, het is natuurlijk fout gegaan. Ik heb ook veel herstructureringen gedaan. Waar we toch hele grote honderden miljoenen moesten afschrijven. Omdat het natuurlijk mis was gegaan. En worden dan die mensen die zo'n deal afgesloten hebben, die daar dus voor een bonus gekregen hebben, die moeten die bonus dan weer inleveren een half jaar later of een jaar later? Niet voor zover ik weet. Meer overnames volgen. De bekendste is die in 1997 van de Engelse zakenbank Barings. You can see that as far as strategy is concerned, Barings is a perfect fit. Maar dan al worden vraagtekens gesteld bij de groei van ING. U heeft mij aangekondigd met de woorden koopziek. Ja. Dat mag. U zei ook 600 miljard, het zijn er inmiddels 800. Dus koopzoek was ook. Ik ging even van het jaarverslag 97 uit. Dat is jammer. Sorry. Meneer Jacobs, bent u naar de film The Titanic geweest? Nee. Weet u hoe dat afliep? Hij zonk, geloof ik. Nou, en weet u waarom hij zonk? Er zat er een gat in. Ja, maar vooral omdat hij veel te groot was. Oh, maar dat hoef je bij ons niet bang voor te zijn. Er zit hier en daar bij ons wel eens een klein gaatje. Dat geef ik ogenblikken toe. Niet alles gaat natuurlijk in zo'n grote onderneming even goed. Maar dit is absoluut een hele verkeerde vergelijking. ING groeit door. En krijgt in 1997 op vrijdag de 13e een notering op de beurs van New York.